Hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik ga vandaag eens een huistour doen. Ik laat het huis vandaag even zien en jullie kunnen meekijken. Nou, dit is de schuur. Ik laat jullie even de schuur zien. Hier gebeurt niet veel bijzonders. Er staan wat oude spullen, maar ik kom hier bijna nooit. Want ik heb deze schuur gewoon om mijn fiets in te doen. Dus, kijk. Hier zit dan de fiets. En voor de rest gebruik ik deze schuur eigenlijk nooit. Dus ja, veel gebeurt hier niet. Nou, dit is de tuin. Kijk, de tuin. Voor de rest niet een hele grote tuin. Maar als het een keer zomer is en een goed zonnetje, dan kan je wel een keer je stoel buiten zetten en lekker in het zonnetje zitten. Dus dat is wel het voordeel van de tuin. Nou, nu zitten we in huis. Kijk, de voordeur. Lopen we even de trap naar boven. Maar ja, dit is een bovenwoning. Dus je moet elke keer met de trap omhoog. Maar ja, het is goed voor je conditie, moeten we maar denken. Oké. Dan hebben we hier de woonkamer. Kijk, dit is de woonkamer. Hier staan nog wat verhuisdozen die ik nog moet uitpakken. Dit is de televisie. Mijn PlayStation, een kast. En je ziet mij hier. Nou, leuk. Een stoel met een radio erop. Nog een stoel met mijn jas erop. Een kast waar ik heel veel dingen in doe. Een paar auto's. Maar goed, die auto's zijn niet van mij, want ik heb geen auto's. Een stopcontact. En een bankje waar ik altijd op zit. Om met tv te kijken of op de PlayStation te spelen. Nou, leuk. We laten nog even meer zien. Kijk, dit is... hier heb ik mijn handdoek op gedaan. Hoe dat ding heet, ik heb geen idee. Om te zien wat wc-papier. Nou, dan is dit de badkamer. Hier is de wc. En dit is de douche. Dus daar douche ik dan altijd onder. Nou ja, altijd. Meestal 's avonds. Alleen, ik moet het licht nog een keer vervangen. Want kijk, het licht, die doet het niet zo goed. Dus die moet ik een keer vervangen. Maar ja, dat stel je altijd uit, hè. Nou, hier staan wat spullen voor de badkamer. Haarlak. Scheerschuim, als ik me weer moet scheren. Wax. Tandpasta, zeep, een kammetje en een spiegel. Hallo! Oké, dan gaan we de rest van het huis even laten zien. De slaapkamer. 'S Avonds mijn favoriete plek. Kijk, dit is de slaapkamer. Hier is mijn bed. Er staat wat kleding op bed. Een kledingkast. Nou, hier. Hier heb ik mijn televisie. Dus hier kijk ik dan heel vaak televisie op 's avonds. Ook wel 's ochtends of 's middags. Als ik gewoon zin heb om in bed televisie te kijken, doe ik dat wel eens. Maar goed, hier hebben we de keuken. De plek voor het avondeten. De airfryer. Een kastje met wat spulletjes erin. Daaronder zit ook een kastje. De kookplaat met een doos. Die moet ik trouwens nog een keer weggooien. Nou, wat olie. Een tostiapparaat. Een koffiezetapparaat. Die gebruik ik nooit meer, want ik drink eigenlijk geen koffie meer. En wat kastjes, een ketel voor het warme water, dus die dingen. Nou, heb ik nu alles laten zien? Nee, ik ben één plek nog vergeten. Dat is namelijk deze plek. Kijk, hier staat de computer en het beeldscherm en hier staat de koelkast. Kijk, de koelkast past niet in de keuken, dus ik heb de koelkast hier neergezet. Nou ja, later neerzetten. Ik heb hem niet in mijn eentje helemaal op de trap opgedragen. Maar hier is dus mijn koelkast. Ook leuk. Nou, dan heb ik nu wel alles laten zien. Nou, dan was dit mijn huis. Tenminste, het is nog steeds mijn huis. Maar dit was dan de video. Ik weet niet wat jullie van dit huis vinden. Maar ja, goed. Ik moet erin wonen, dus als jullie het niet zo mooi vinden, is het wat minder erg. Want als ik het niet mooi zou vinden, was het wat erger geweest. Maar ik ben er zelf tevreden over. Woon jij op jezelf? Laat me even weten. En laat me ook even weten hoe het is om op jezelf te wonen. Nou, dit was de huistour. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer. En misschien zien we elkaar nog wel eens in het echt. Dat zou wel leuk zijn. Tenminste, hoop ik. Misschien vind jij het wel niet zo leuk om mij te ontmoeten. Of wel? Ja, ik weet het niet. Nou ja. Doei, hier gaat Wouter.